was eigenlijk wel heel erg tevreden met mijn eerste race. De tweede en derde race wat minder, dat was jammer. Ja, best wel wat puntjes daarop laten liggen. Er was heel weinig wind, 4 knoopjes. Het was gewoon alleen maar pompen en er zat niet echt een duidelijk patroon in de wind. Dus dat was gewoon heel erg moeilijk om te zien. De laatste race eigenlijk echt een goede start, alleen draaide helemaal naar rechts onverwachts. Dus ja, was jammer eigenlijk. Mijn doel was gewoon om goed te starten, op mijn focuspuntjes te letten en keihard te varen. En omdat het heel fysiek is, is het gewoon hard pompen. Ik had een gemiddeld dagje met ook een uitschieter naar 4e plek. Dat is wel heel leuk om mijn eerste top 5 te varen op een WK. Morgen nog een laatste dag, fleet races, 3 races. Ja, dat wordt gewoon echt alles of niks. Ik ga gewoon proberen knetterhard te varen en zo dicht mogelijk bij de top 3 te komen. Dan wordt het een spannende medal race.